Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het zover. De Nijmeegse Vierdaagse gaat weer van start. Maar voordat het startschot klinkt, wandel ik eerst langs allerlei organisaties die bezig zijn met de voorbereidingen voor de wandelmars en de feesten. De vraag is iedereen al klaar voor de start? Nou, zo te zien moet er op de wedrennen een hoop gebeuren. Misschien dat het er straks beter uitziet als ik straks terugkom van mijn wandeltocht. De eerste locatie waar ik naartoe ga wandelen is drukkerij Dress Me op het bedrijventerrein bij de Goffert. Hier zijn ze druk bezig om alle merchandise van de Vierdaagse feesten te bedrukken. Want wie wil er nou niet zo'n mooie hoodie van het gave evenement? Hoe is die opdracht bij jullie gekomen om die merchandise te gaan drukken? 2 jaar voor corona hebben we al een keer met de ACBN een keer een actie gedaan voor de horeca Nijmegen. Mm-hmm. ACBN, dat zijn de organisatoren van de Vierdaagse feesten. Ja. En toen hadden we een actie om te kijken of het lukte om meer eenheid te krijgen op de pleinen. Dat er dus een aanbieding via hun werd gedaan. Mm-hmm. Ja, en zo in dat contact is toen een beetje gebleven, zeg maar. En wat voor soort artikelen moeten we denken? Hoodies en t-shirts worden er dit jaar gedrukt. Daar beginnen we, zeg maar, mee. En die artikelen, die worden denk ik dan gedrukt in de kleuren van de Vierdaagse, of is daar nog wat variatie in? Nee, er is wel wat variatie in. Kijk, de Vierdaagse is natuurlijk de Vierdaagse en de ACBN, de Vierdaagse feesten, zijn de Vierdaagse feesten. Ja. Dus dat zijn eigenlijk 2 losse organisatoren. Ja. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Jullie krijgen het aangeleverd en dan? Wij maken eerst altijd digitale proefdrukken op. En dat gebeurt op basis van de tekeningen of de logo's die wij krijgen van de klant. Ja. En in dit geval is er eerst omdat het om een wat grotere opdracht gaat, waar ook wel wat uitstraling belangrijk in is, hebben we eerst een proefexemplaar gedrukt. En dat is naar de ACBN gegaan, naar ter controle, en daar hebben ze naar gekeken. Je hebt het over grote aantallen, en wat voor aantallen moeten we denken dan? In dit geval gaat het om 200 hoodies en 200 t-shirts. En met de mogelijkheid om na te bestellen. Dus op het moment dat het straks heel hard gaat, dan staan wij klaar om bij te drukken. Ja. Volgens mij zijn de technieken in het drukken van shirts de afgelopen 10, 20 jaar enorm verbeterd. Ja. Vroeger was er in de Hezelstraat in Nijmegen een t-shirt winkel. En daar kon je print-out en dan kon je zelf je t-shirts drukken. Na 3 keer wassen was die eraf. Want toen had je zo'n plakkaat, die moest je dan op je shirt leggen en dan werd het gedrukt. Ja. Hoe gaat die techniek tegenwoordig? Dat is wel grappig dat je over print-out begint, want wij hebben nog de machines overgenomen van print-out toen het gestopt is. Dus dat is wel grappig. Wat je daar in de winkel zag, dat was een vorm van transferdruk en dat zien we eigenlijk hierachter ook. En door middel van een warmtepers werd daar de transfer of de overgebracht met de kleding. Ja. Dat is inderdaad heel erg doorontwikkeld, maar wij werken vooral met flex en dan worden de logo's uitgesneden. Ik ben nu wel heel benieuwd geworden, heel nieuwsgierig geworden, hoe dat drukken en dat persen allemaal gaat. Dat kan. Hoeveel shirtjes worden er nou op een dag zo op deze manier gedrukt? Op een dag is lastig te zeggen, omdat er natuurlijk ook taken tussendoor vallen. Maar een beetje ervaren drukker kan tussen de 40 en 50 opdrukken per uur halen met de transferpers. Oké. We staan hier nu met een enorme machine. Ik kan zeggen, there where the magic happens, want hier worden dus de shirts, de hoodies van de Vierdaagse gemaakt. Wat is dit voor machine? Dit is de zeefdrukmachine. Op deze manier wordt de inkt rechtstreeks op de textiel aangebracht. Ja. Simpel gezegd is het er hangt er een zeef in de machine. En het stukje wat op de kleding moet komen is open in de zeef. En daar wordt de inkt doorheen gedrukt. En dat komt dan op de kleding. Ja. Dat wordt dan dubbel gedrukt en daarna gaat het de droogtunnel in om uit te harden. En als het uit de tunnel komt, dan is het eigenlijk klaar en dan kan het ook direct gedraagd worden. Daar komen ze uit de droogtunnel. Verse shirtjes, ja, dus hoodies van de Vierdaagse. Op het moment dat de trui dus gedrukt is, dan is die inkt nog nat. Ja. Dan gaat hij de tunnel in. Die tunnel is ongeveer 160 graden. Dan hardt die inkt uit, droogt op. En dan krijgt ook een goede hechting dan.
En op het moment dat het dan hier uit de tunnel komt, dan is het ook gelijk droog en kan het gedragen worden. En dan heb je dus een opdruk. Via de feesten. Lijkt me een heel goed plan. Wandelaars opgelet, hier komt een tip voor het lopen van de Vierdaagse. De beste sok is een vuile sok. Over het gebruik van sokken is veel te zeggen. Er zijn wandelaars die zweren bij blote voeten en anderen proberen met juiste sokken de voeten goed te laten ademen. De meest ideale sokken zijn thermo-ondersokken in combinatie met wollen of katoenen oversokken. Vooral als beide naadloos zijn. Maar de meest opmerkelijke tip is toch wel dat je de sokken die je tijdens de eerste training gebruikt niet meer zou moeten wassen. Zo zou de sok steeds beter naar de vorm van je voet gaan staan. De beste sok is dus een sok die rechtop in de hoek van de kamer kan staan. Het gebruik van een wasknijper wordt hierbij aangeraden. Ondertussen ben ik teruggelopen naar het centrum van Nijmegen, want hier, waar de feesten straks zullen losbarsten, zul je iets nieuws treffen bij het bestellen van een drankje. Ze gaan hier namelijk werken met een nieuw bekersysteem. Geen statiegeldsysteem, maar je moet je beker wel weer inleveren naar gebruik. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Hein van de Hoge van de Vierdaagse Feesten en ook vragen we aan de ondernemers wat zij hiervan vinden. Wilco, voor het eerst in 2 jaar mogen ze weer georganiseerd worden, de Vierdaagse Feesten. Heb je er zin in? Ik heb er zeker zin in. Ja. Ik ben ook blij dat het weer mag. Ja. Wist je nog hoe het moest? De draaiboeken liggen nog klaar. Het personeelsbestand is in 2 jaar wel zo veranderd dat ik geloof ik nog een man of 5, 6 heb die de Vierdaagse hebben meegemaakt. Dus voor veel mensen gaat het een eerste keer worden. Jullie gaan dit jaar met de Vierdaagse Feesten een nieuw systeem introduceren. Klopt. Met gerecyclede bekertjes. Klopt. Waarom gaan jullie dit doen? We pakken een aantal problemen aan. De vervuiling in de stad is het grootste probleem. Dat is een beetje een van de meest heikele aandachtspunten waar we iets aan zouden kunnen gaan doen. Daar is ook heel lang over nagedacht wat we daar dan aan zouden kunnen doen. Ja, toen kwam de recyclebare beker die kwam in zicht. Ja. Heeft ook wat haken en ogen, maar ook heel veel mooie mogelijkheden. En dat is hem eigenlijk geworden. Dit is hem, in 3 formaten. 3 formaten? Ja. Dat is degene die mij het meest aanspreekt. Oké. Okay. Die ga ik. Dat is voor de grote biertjes, denk ik. Dit is voor het grote bier of de frisdrank met een blokje ijs erin, inderdaad. Ja. En dan heb je nog de andere 2 maten? Ik heb hier de bier-frisbeker. Dit zou de meest gangbare fris bierbeker kunnen zijn voor, qua formaat, qua volume. Ja. En dan hebben we ook nog een wijnbeker. Ja. Of voor kleinere drankjes. Ja. Ijsblokje erbij. Nu is de mailing uitgegaan aan heel veel ondernemers. Daar hebben er een stuk of 100 aangegeven, we doen mee. Heb je zelf ook meegedacht in het hele stuk? Nee. Wij zijn hier in het besluitvormen niet geheel meegenomen. Nee. Maar wat ik zeg, ik denk dat er genoeg mensen hebben over nagedacht die er ook verstand van hebben. Ja. En ik ben van mening, je zult nooit een systeem maken waar iedereen 100% mee tevreden is. Ik zie dat in de rand staat Vierdaagse Feesten. We hebben hier de Vierdaagse staan en we hebben Vierdaagse Feesten staan. De 2 onderdelen van het evenement die meedoen aan de beker. Ja. Dus eigenlijk de hele binnenstad. Alle ondernemers die buiten dranken schenken, koude dranken. En ook de Vierdaagse doet mee op de wedren. Ja. En op Heumsoord. De eerste consumptie die je gaat halen betaal je 50 cent extra voor de eerste beker. Klopt. En dan? De eerste beker betaal je inderdaad bovenop de consumptieprijs de 1 keer 50 cent. Ja. En daarnaast eigenlijk dat je de beker of bij je houdt of inlevert bij de bar na gebruik. Krijg je dan 50 cent terug? Nee, het is niet zo dat het een statiegeldsysteem is. Nee. Het is een ruilsysteem. Eenmalig de bijdrage en daarna is het ruilen. Beker voor een beker eigenlijk. Ja. Een paar weken geleden las ik voor het eerst het bericht dat jullie dit systeem gingen doen. Ook met die 50% meerprijs bij de eerste consumptie. Dan lees je onder dat bericht ongelooflijk veel reacties. Ja. En niet allemaal positief, want het is al zo duur, dan kost het nog eens extra 50 cent. Kun je iets doen om de zorgen bij die mensen weg te nemen? Ja, ik kan een aantal zorgen wegnemen. Bijvoorbeeld dat de stad een stuk schoner zal zijn.
zijn. Dat zal menig bewoner, menig liefhebber van deze mooie stad, zal het beamen dat een opgeruimde Vierdaagse feesten, dat het een parel is of een sieraad voor de stad en voor de feesten. Ja. Er zijn 3 soorten glazen. Als ik het goed heb onthouden, mijn lievelingsglas, bier en fris en wijn. Ja. Hoe gaan we dat met de koffie doen? In porselein. Toch? Ja, zeker. Dat valt buiten het hele verhaal en dat gaat naar de vaatwasser en dat wordt schoongemaakt en weer hergebruikt. Ja. Het systeem, de invoering van het systeem is verplicht voor alle terrassen en evenementenpleinen. Ja? Iedereen die koude drank buiten schenkt, daar is het voor verplicht. In principe is het zo dat de beker universeel bij iedereen ingeleverd kan worden. Ja. Je krijgt er dus geen geld voor terug, maar je krijgt er eventueel als bij een volgend drankje krijg je er een beker voor terug. Gebruik je je beker niet meer die dag, zou je mee kunnen nemen en de volgende keer gebruik willen kunnen maken van het systeem. Precies. Smaakt dat hier wel in zo'n glas? Biertjes? Dat smaakt zeker. Ja, wil je het proeven? Nou, als je zo aandringt, dan wil ik hem wel proberen eigenlijk. Je lievelingsglas dan? Ja. Hey. Kijk eens. Dankjewel. Hij ziet er al lekker uit. Gaat goed komen. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik loop nu nog in mijn eentje, maar straks lopen hier 40.000 wandelaars. Dat is gezellig, maar die wandelaars die moeten ook een slaapplek hebben. En gelukkig zijn er gastgezinnen die al die slaapplekken aanbieden. Maar helaas bleek het dit jaar dat er te weinig slaapplekken beschikbaar waren. Tijd om eens langs te gaan bij zo'n gastgezin die al jarenlang de wandelaars van de Vierdaagse onderdak bieden. Hier in de Biezen wonen Boukje en Jeroen samen met hun 3 dochters en zij maken er elk jaar 1 groot feest van. Goedemiddag. Hi, ik ben Mike. Kan ik hier komen logeren? Doet u mee aan de Vierdaagse? Nee. Oh ja, dat hebben we helaas voor deze week geen plekje meer. 7 jaar geleden of zo hebben we voor het eerst gedacht, we wonen dicht bij de start van de Vierdaagse. Ja. Waarom stellen we ons huis niet ter beschikking om gasten te ontvangen? Maar hoe voelde dat voor de eerste keer? Je krijgt in één keer vreemde mensen over de vloer. Nou ja, je weet in de eerste keer niet helemaal hoe een aantal dingen gaan natuurlijk. Boukje heeft ooit de Vierdaagse zelf gelopen, dus die wist een beetje hoe dat gaat. In mijn studententijd heb ik vooral aangemoedigd, dus ik wist ook wel hoe dat ging. Ja. Nou, dit is een hele leuke manier om gasten te ontvangen. Ik vind het heel leuk om te koken en ik vind het ook heel leuk om mensen te verzorgen. Koken is sowieso een hobby van je? Ja, zou je kunnen zeggen. Ja, dus nou, laat het maar eens proberen. Ja, en dan krijg je de eerste wandelaars over de vloer. Dat is dan natuurlijk nog een beetje wennen, hoe gaat dat? En, ja, het is wel een beetje zoeken. De eerste keer kan ik me nog wel herinneren, er kwamen eigenlijk dekens tekort. En wij doen dat via vierdaagsebed.nl. Ja. En nou ja, de voorwaarde is wel dat je zorgt voor goede slaapplekken. Dus we hebben destijds al meteen wel gezorgd voor goede bedden, zeg maar, die we ook kunnen inklappen en opklappen. En dan kom je ook door die wandelaars zijnde in het ritme van de Vierdaagse. Dus dat betekent heel vroeg naar bed en heel vroeg opstaan. Nou, daar hebben we wel een trucje voor bedacht hoor. Het vroeg naar bed gaan is inderdaad wel zo. Al zijn er wandelaars bij, die vinden het ook heel leuk om gewoon wel in de avond lekker te blijven zitten. Ja. Die kunnen dat ook aan. Andere wandelaars gaan inderdaad wel op tijd naar bed. Dus dan is het vanaf 9 uur is het hier rustig in huis. Ja. Maar wij hebben, zeg maar, op het moment dat mensen beneden komen, hebben we een soort route met allerlei briefjes. Zodat mensen kunnen vinden wat ze nodig hebben om hun brood te smeren, de koffie aan te zetten en een lunchpakketje mee te nemen en dan te gaan. Ja. Hoe is dat voor jullie? Want papa en mama die beslissen, oké, we gaan wandelaars in huis nemen. Maar hoe is dat voor jullie dat er in één keer zo vreemde mensen over de vloer komen? Nou, aan het begin was het best wel spannend, want ja, je weet niet wie er binnenkomt en wat er gaat gebeuren. Maar daarna zijn er best wel vaak mensen ook blijven komen hierheen en dan creëer je er toch wel een leuke band tussen elkaar. Ja, dus jullie houden er ook een vriendschap aan over? Ja. Ja. En slapen ze dan ook in jullie kamers of slapen jullie gewoon thuis of hoe gaat dat? Ja, dat ligt eraan hoeveel lopers natuurlijk. Meestal sliep ik bij een van mijn zusjes. En dan werd mijn kamer gebruikt of we sliepen met z'n allen, of ja. Dit is mijn kamer. Ja? Ik heb net een nieuw bed, dus we moeten nog even uitvogelen. En dan als je
deze weghaalt, kan je dit nog uit. Oh ja. En kan het een tweepersoonsbed worden. Dus hier kunnen twee mensen slapen dan? Ja, als ze dat willen. Ja. En of dat dochter, vader is, of zoon en moeder, weet ik niet. Oké. Okay. Slaap dan graag hier. Gaan we nu naar de badkamer. Ja. En hier zouden ze kunnen douchen. Ja. Dan willen naar de wc gaan. Misschien in bad. Misschien in bad. Het is handig met de voetjes als je de hele dag gelopen hebt. Dus het is wel lekker. Ja, dat geloof ik graag. En dan krijgen ze ook van ons misschien beneden een voetbadje. Oh, lekker. Nog wel eens. Nou, en dit is onze slaapkamer. Ja. Die stellen wij graag ter beschikking, zeg maar. Oké. Okay. En van tevoren communiceren we wel even met de gasten welke gasten hier dan ook komen logeren. Want als het een stijl is, dan is het vaak niet zo'n probleem dat hier een tweepersoons dekbed is. Maar het is wel een, het is wel heel intiem, hè, dat je je huis zo openstelt voor andere mensen. Wat ik wel ontdekt heb, is dat je de mensen natuurlijk ontvangt. En dan ben je met z'n allen in een huis, hè, samen met de kinderen en met Boukje en de wandelaars. Ja. Maar zij gaan natuurlijk wel beginnen met een ontzettende uitdaging. En daarmee zijn ze dus 's ochtends ook voor dag en dauw weg. Komen ze 's avonds, hè, aan het eind van de middag komen ze weer terug. En vrij snel daarna gaan ze ook weer naar bed toe, de meeste. Ja. Dus het moment dat je, zeg maar, samen bent met elkaar is, is niet zo heel veel. En als je dan samen bent, is het ook wel heel erg gezellig. Ja. En van al die jaren heb je dan ook een heel bijzonder moment waarvan je denkt van, nou, toen dat gebeurde, toen ik dat meemaakte met de wandelaars, dat vergeet ik nooit meer. Wat ik van grote waarde zie, is de vriendschappen die hier zijn ontstaan. We hebben twee mannen, Rob en Kees, die kwamen hier regelmatig. En die zijn echt bevriend geraakt met elkaar. Ja. Dus die zagen elkaar dus wel door het jaar heen. En helaas, tijdens corona is wel Rob overleden. Oh. Dus de vriendschap die hier ontstaan is, die heeft wel een rauw randje gekregen, helaas. Dat geeft dus ook een heel bijzonder moment als Kees hier dus weer tijdens de Vierdaagse op jullie stoepje staat. Ja. Ja, dat is inderdaad wel een. Nou goed, we moeten gaan meemaken hoe dat dan eigenlijk is. Ja. Want het is wel. Ik denk dat het wel pijn doet. Ja. Ja. Okay. Ja. En gaan jullie dan ook de wandelaars die hier zijn in deze week ook langs de kant aanmoedigen en gaan jullie ook kijken? Nou, vaak doen we één dag en dan gaan we met waterijsjes gaan we daar staan met onze buren. Eerst waren daar echt een hele groep daar. En dan gaan we ijsjes uitdelen en dat is altijd heel leuk. Ja, dat is echt een heel leuk verhaal. Toen wij hier kwamen wonen, kwamen er op een gegeven moment hier naast ons kwam er een studentenhuis vol met allemaal jonge jongens te wonen. En toen hadden we eigenlijk bedacht dat we tijdens de Vierdaagse ook een soort verdienmodel moesten bedenken. Want ja, heel veel wandelaars, onze stad. Hoe kunnen we daar zeker de studenten nog een zakcentje aan bijverdienen? Nou, de wildste plannen werden bedacht. Ja. En uiteindelijk werd het ijsjes uitdelen. Dat wel leek ons het makkelijkst. Dus we hebben toen 1000 ijsjes ingeslagen hier bij de supermarkt. Een vriezer gekocht bij het goed. En 1000 ijsjes gekocht. Vervolgens bedachten we dat je daar nou eigenlijk natuurlijk een vergunning voor moest hebben. Dus dat vonden we dan weer heel onhandig. Ja. Dus hebben we allemaal borden geknutseld met ijsjes voor een fooi. Dachten we, nou, dan kan iedereen ook bijdragen wat hij wil bijdragen. En hoef je geen vergunningen aan te vragen en dan krijg je geen gedonder mee. Ja, dus wij vonden onszelf heel slim destijds. Ijsjes! 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 En we begonnen natuurlijk 's ochtends vroeg, heel vroeg, want ze lopen hier door het waterkwartier op roze woensdag. En rond een uurtje of 10 waren wij natuurlijk al lang vergeten dat we een fooi moesten vragen, want we waren zo opgegaan in het feestgedruis. Het was een daverend succes. In de jaren daarna is dat eigenlijk steeds verder uitgegroeid. Want we begonnen met 1000 ijsjes. En dat jaar erop durfden we wel iets meer te kopen, omdat het zo'n succes was. En uiteindelijk kreeg de ijsjesfabrikant er ook oren naar. Ah. Dus die zei van, nou, wij willen jullie wel sponsoren. Vinden jullie dat ook een leuk idee? Dus in 5 jaar tijd zijn we uitgegroeid tot 2 jaar geleden. Hebben we dus bij de laatste editie
Hebben we hier een hele grote koelvrachtwagen voor de deur gehad met een aggregaat. Is er een extra vriezer geleverd. En hebben wij hier met meer dan 50 vrienden, familie, 25.000 ijsjes uitgedeeld. Dat is heel hard werken op de woensdag. De meiden helpen ook allemaal heel hard mee. Ja. En ja, we leveren er gewoon heel veel plezier aan. En de wandelaars zijn er ontzettend dankbaar voor. Want ja. We hebben heel warm weer gehad de afgelopen jaren. En dan even zo'n verkoelend waterijsje op de laatste... Is het nog 5 kilometer vanaf ons, zoiets? 2 tot 5 kilometer. Dat geeft net nog weer eventjes dat extra stukje goede moed. En wij vinden het echt fantastisch om te doen. We verdienen er niks aan. Maar gelukkig door de sponsoring kunnen we dat zo doen. Dus ook daar verheugen wij ons komend jaar heel erg op. En daar maken jullie ook alweer mensen blij mee? Ja. Ja. Oh. Ja. Nu weet ik dat heel veel mensen die kijken en luisteren. En we zijn toch ook wel Nederlanders, denk ik. Want dan is de vraag, krijgen jullie daar een vergoeding voor vanuit Vierdaagse Bed? Of is het echt helemaal uit jullie zelf? Nou, de mooiste vergoeding, dat vind ik het feit dat ze er zijn. En dat wij stiekem een beetje mee mogen doen met de Vierdaagse op een hele andere manier. Maar wij krijgen zeker ook gecompenseerd voor het eten dat we klaarmaken. Ja. Voor het avondeten, voor de lunch en het ontbijt. Ja. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. Want op die manier spelen we kiet, zullen we maar kunnen zeggen. En kunnen we er ook echt iets lekkers van maken. Ja. Waarom dat ik het ook vraag? Net voor de opname las ik dat er bijna 600 bedden dit jaar tekort zijn voor Vierdaagse wandelaars. Dus dit wordt dan uitgezonden net voor de Vierdaagse. Dus mocht jij nu kijken en mocht je denken, ik wil dit volgend jaar doen. Ik vind het zo'n leuk idee en het is zo gaaf hoe deze familie dat ook oppakt. Nou, laat het weten aan vierdaagsebed.nl. Ze hebben je nodig. Wandelaars opgelet, hier komt weer een tip voor het lopen van de Vierdaagse. Oefen met rusten. Hoe lang en hoe vaak je het beste kunt rusten tijdens het wandelen is per persoon verschillend. Probeer daarom tijdens je training te ervaren wat voor jou een goede rustfrequentie is en hoe lang je het beste kunt rusten. Tijdens de Vierdaagse kun je dan dezelfde frequentie qua rusten aanproberen te houden, zodat je dat alvast gewend bent. Nog een goede tip is om op ongeveer 10 kilometer voor de finish je hoofdpauze te houden. Om dit te stimuleren staat de Koninklijke Wandelbond Nederland tijdens de Vierdaagse op 10 kilometer van de finish langs de route met een speciale rustpost. Kortom, oefen niet alleen met wandelen, maar vooral ook met rusten. Ik zeg zondagavond. Vierdaagse feesten, grote markt, gezelligheid, juist het gevelconcert. Dat is een van de vaste onderdelen tijdens de Vierdaagse feesten. Hiervoor moet natuurlijk goed gerepeteerd worden en dat gebeurt hier verderop door de dweilorkesten de Blue Mops en Van Tattemen. Benieuwd, zijn zij al klaar voor de start? Ik ben op zoek naar de repetitie van het gevelconcert. Dat zondag met de Vierdaagse weer midden in de stad is. En ik ga maar even op het geluid af. Ik denk dat ik hier al heel dichtbij ben. Kijk, daar zijn ze.
Louis, als ik zeg het gevelconcert en de Vierdaagse, dan is dat iets wat onlosmakelijk volgens mij met elkaar verbonden is. Dat klopt. Gevelconcert. We gaan dit jaar de 26e gevelconcert spelen. Ja. En het is natuurlijk een onderdeel wat gewoon in Nijmegen met de Vierdaagse feesten thuis hoort. Het is uitermate bekend. Iedereen smakt ernaar, zeg maar, naar het gevelconcert. Ja. En het is wat dat betreft heel belangrijk. Was het ook gelijk meteen het idee om het bij de Waag te doen en op de Grote Markt te doen en daar de mensen uit het raam te laten hangen? Of? Nee, het is ontstaan in de Molenstraat. Ja? Drie fantastische, beruchte, zou ik bijna zeggen, gevelconcerten. Die hebben ze dan gemist, want ik ben ingestroomd bij de Grote Markt. Spontaan ontstaan met een aantal dweilorkesten. Ja. Eerste keer, ik noem het toch altijd een beetje illegaal, gewoon gedaan. Het gevelconcert is altijd hetzelfde. Twee dweilorkesten met blazers. En dan uit de gevels. Het is in de jaren wel veranderd. Hè. We begonnen met veel dweilorkesten. Er zijn er al een aantal weer inmiddels weg. Ja. Maar nu, de laatste jaren, is het met name de Blue Mops en Van Tattemen. Ja. Die eigenlijk een beetje de vaste bezetting zijn van het gevelconcert. Ja. En ik zeg, heel veel individuele muzikanten. We zitten nu zo rond de 62 muzikanten die komend gevelconcert gaan spelen. Ja. Nou, het gevelconcert is eigenlijk begonnen, hoorden we, als een soort van illegaal huisfeestje in de Molenstraat. En op een gegeven moment zijn ze toch naar de Grote Markt verhuisd. En daar hebben jullie een rol in. Nou, die waren daar wel al voordat wij een rol speelden. Oké. Okay. Ja, ja. Maar er is een tussenstop geweest. Ja. En toen waren wij al samen met De Waag, waren wij het Vierdaagse feest op de Grote Markt aan het organiseren. Ja. Is 2 jaar niet geweest. Had van alles te maken met het vuurwerk wat verplaatste van de dinsdag naar de zondag. Klopt, ja. En toen wij daar goed en wel bezig waren samen met De Waag, toen bedachten wij, wij vinden dat het terug moet. Ja. En wat was er zo belangrijk dat je vond? Dit evenement moet gewoon terugkomen in de Vierdaagse. Dat is het Nijmeegse feestje. Ja. Ja. En bij de oudste gebouwen van Nijmegen, de mooiste gevels. Ja. En het bleek ook wel, want Nijmegen zat erop te wachten. Ja. Ja. Nu is het dus 2 jaar ook niet geweest door corona. Ja. Nu neem ik aan dat de draaiboeken klaar liggen om het weer op te starten. Ja. Ja. Veel wijzigingen of was het wel weer gewoon, we pakken het uit de kast en dan gaan we weer? Nee, op het plein is een behoorlijke wijziging. Ja? Ja, wij hadden de laatste paar edities het grote podium tegen De Waag aanstaan. Dat is veranderd. Okay. Ja, want het terras van De Waag, ja, die wordt gebruikt zoals door het hele jaar heen. Dus het podium kan daar niet staan. Nee. Het podium komt op een andere plek. Maar dat wordt niet gebruikt door het gevelconcert. Daar wordt een apart podium voor neergezet. Alleen voor die avond? Alleen voor die avond. Dan moet het toch fantastisch zijn als je dan daar speelt en je kijkt naar onderen en je ziet die mensen hossen en bewegen en ook hoe geliefd het is, hoe druk het altijd is. Het is geweldig. Als je speelt, ja, en je ziet die mensen, het enthousiasme, de gezelligheid. Ja, dan is het fantastisch. Ik zou bijna zeggen, ook echt Nijmeegse toch wel. Dat is vooral dat. De mensen. De mensen. Kijk, als het heel erg mee zit, dan zijn daar minimaal 3000 man staan. Ja. Staan er weer van die gooie lampjes. Niet meer naar de Grote Markt. Ja, dat kan zomaar. Dat zou het mooiste scenario zijn. Ja, dat kan zomaar gebeuren. Ja, dat kan zomaar. Want we hebben het wel gemist, hè? Ja, ontzettend. Ja, ja. Ontzettend. Ja, het wordt een fantastisch markt. Als er veel mensen komen en het is gezellig en wij spelen, dan hebben we allemaal hebben we een goed gevoel eraan over. We'll be right back.
Voor mijn volgende afspraak moet ik helemaal naar Bilthoven, dus pak ik eerst even de trein. In Bilthoven is een opfrescursus voor de masseurs die de wandelaars gaan masseren tijdens de Vierdaagse. En hoe het er daar naartoe gaat, dat zie je volgende week in het tweede deel van Klaar voor de Start. Billy, she is rock and royalty. De Vierdaagse is in aantocht en dus wandel ik naar allerlei locaties om te kijken of iedereen al klaar voor de start is. Zijn de masseurs al klaar om de wandelaars te verzorgen? Ik ben echt nog een groentje, om het zo maar te zeggen. Als je hier een hele week staat, als masseur is het ook topsport. Ja. Maar dit is wel een hele goede manier om, zoals men dat hier in het jargon noemt, meters te maken. Wat zijn de plannen voor de Roze Woensdag? Wat kunnen we zoal verwachten van de randprogrammering op de feesten? En waar komen al die duizenden Vierdaagse kruisjes toch vandaan? Nou, hier zijn we in de soldeer- en de montageafdeling. Hier zitten de goud- en zilversmeden. Ja, dan komt er een bal voor kroon aan. En uiteindelijk gaat hij naar de galvanen om te galvaniseren. En ook dit wordt dus allemaal met de hand gedaan? Ja, stuk voor stuk met de hand. Je ziet het in het tweede deel van Klaar voor de Start. Binnenkort op RN7. Hard-headed woman, dressed in white. Cause of trouble, puts up a fight. She is rolling with the big boys every night. She is a Fujiyama mama, smoking dynamite. She started playing country, but left the barn. Who's ball up on my